Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Ik heb er mijn notitieboek weer bij gehaald. Ik had het intussen in verschillende categorieën verdeeld. Ik heb de titelpagina versierd. En ook het laatste deel, dat heb ik nu een doel gegeven. Ik ga er verschillende stickers in plakken. Je ziet hier al een paar voorbeelden. Ik heb er al een diddelsticker in zitten en dan zo'n regenboogsticker. Die sticker van Didlina die heb ik gekregen per post van jullie. Heel erg bedankt daarvoor. Die regenboogsticker is eigenlijk een deeltje van een stuk tape. De houder van dat rolletje is ook ontzettend grappig. Ik haal hem er even bij. Het is een grote eenhoorn en daar kan je dan de tape van afrollen. Echt ontzettend grappig effect. Ik vind het echt leuke tape. Waar heb ik die tapehouder vandaan? Die komt van Amazon. Ik wil nog meer stickers op deze pagina plakken. Ik heb er nog 3 en die wil ik aan jullie laten zien. Ik heb ze allemaal van jullie gekregen per post en ik vind ze heel erg leuk. Ik ga met dit stickervel beginnen. Het zijn van die hele kleine schattige sterretjes en hartjes. En er zitten ook van die vallende sterren bij. Ze zijn heel mooi en schattig. Ik ga er een paar van mee in mijn schrift plakken. Ik denk dat ze ook heel erg leuk zijn om een agenda mee op te leuken bijvoorbeeld. In een agenda kan je bijvoorbeeld bij een bepaalde gebeurtenis dan een hartje sticker of een sterretje sticker plakken. Dan valt die ook nog eens extra hard op. Ze zijn ook wat dikker, ze hebben dus relief en ze zijn best stevig. Ik had al zo'n klein regenboogje in mijn schrift geplakt, nu plakt er nog een vallende ster onder. Ook deze stickers vind ik heel erg mooi. Die heb ik ook van jullie gekregen. De kleur die heeft wat weg van die van karton. Een heel bijzonder effect. Je hebt hartjes en je hebt bloempjes. Af en toe staat er al een boodschap op, maar af en toe is er ook nog plaats om zelf iets op te schrijven. Bovendien hebben ze een rolvorm, dus je kan ze gewoon afrollen. Deze die komt mee in mijn schrift. Ik heb ook deze gekregen en ik vind ze heel bijzonder. Het zijn stickers die je gewoon zoals bij elke sticker ergens op kan plakken, maar je kan hem ook zelf inkleuren. En in deze video wil ik dat ook een keer uitproberen. Ik ga 1 van deze stickers inkleuren. Er is zo ontzettend veel keuze. Als jullie nog ideetjes hebben trouwens voor dit laatste deel van mijn schrift, laat het dan zeker weten. Ik ben heel benieuwd. Het zijn een soort mandala's, deze stickers. Deze zijn met paarden erop en hier eentje met prinsessen. Deze zijn wat ernstiger. Ook deze vind ik heel leuk natuurlijk, een eenhoorn. Ik denk dat ik die vandaag ga doen. Hier weer patroon, ze lijken wel wat op glasramen. Deze, daar staan zwanen op. Weer paarden. En deze zijn opnieuw een stukje soberder. Ik vind ze heel mooi, maar ik ga beginnen met deze. Het zijn dus gewone stickers. Je plakt ze op zoals elke andere sticker. Je kan er ook leuke cadeautjes mee versieren. Dan zien mensen dat je echt zelf tijd hebt gestopt in het cadeau. Je hebt namelijk de hele sticker ingekleurd. Laten we deze al inkleuren.
Het heeft even geduurd, maar mijn sticker is helemaal af nu. Het is een mooie eenhoorn geworden en op de achtergrond staat zelfs nog een kasteel met 3 torens. Ik vond het heel leuk om te doen. Laat weten bij de reacties wat jullie van dit soort stickers vinden. Zouden jullie ze ook graag uitproberen? Vinden jullie ze helemaal niks? Waarom niet? Laat het achter bij de commentaren. En welke stickers vinden jullie de mooiste? Houden jullie van die met paarden, die je kan inkleuren, van die hartjes en sterretjes of toch meer van die bloempjes en harten? Ik ben heel benieuwd. Ik vond het een heel mooi voorbeeld van een bepaalde soort sticker, daarom heb ik hem ook in mijn notitieboek geplakt. Ik wist voordien eigenlijk niet eens dat dit soort stickers bestonden, dus het is wel een leuke ontdekking. Ik ben er wel fan van. Hebben jullie nog ideeën voor het versieren of indelen van mijn notitieboek? Laat ze zeker achter bij de reacties. Vergeet me ook geen thumbs up te geven als je deze video leuk vond en bekijk ook de andere filmpjes op het kanaal voor nog meer inspiratie. Heb je nu bijvoorbeeld zin gekregen om te tekenen? We hebben een hele reeks waarin we verschillende tekeningen maken, van dieren tot cupcakes. Vergeet je dan vooral niet te abonneren op het kanaal, dan mis je nooit nog een video. En deel je favoriete filmpjes met vrienden, dan kan je samen aan de slag. Dan hoop ik jullie terug te zien bij een nieuwe video van Doe Het Zelf Ideeën. Tot dan!